Hallo, kennen jullie mij nog? Hi! Sorry voor de setting, ik heb nog niet echt een goede plek in het nieuwe huis kunnen vinden. Dat ik denk van, dit is echt een hele goede plek om te vinden, om te filmen. Plus er zijn wat dingen gaande waar ik later op terugkwam. Had ik in mijn vorige video ook even in de beschrijvingbox neergezet. Niks ernstigs of wat dan ook, maar er zijn gewoon wat dingen gaande. En daar kom ik gewoon later op terug, niet nu. Dus ik heb nog niet echt een fantastische plek om te filmen, maar de nieuwe Fitbox is binnen. Steltonbox. Altijd. Dus ik denk, ik pak gewoon wat mij een beetje een goed plekje lijkt en ik ga gewoon zitten en ik ga met jullie openmaken. Als er wat minder video's komen de komende weken, I'm gonna tell you, maar niet nu. Dus er is verder niks ernstigs aan de hand ervan ook. Er zijn gewoon wat dingen gaande hier. En dat komt in een aparte video. Maar als er dan geen video's online komen, dan weet je een beetje mooi wat. Goed, in ieder geval nu de Steltonbox. En de Steltonbox van deze maand. De vorige maand heb ik hem nog in het oude huis gefilmd. Daar is geen review van online gekomen, want het is super hectisch hier nog steeds in het nieuwe huis. We zitten nu in het nieuwe huis. Daar komt nog een vlog, verhuisvlog van. Over 2 weken komt, of over 2,5 weken komt de keuken pas. Dus het is nog super hectisch. Dus, in ieder geval, ik heb hier een nieuwe Steltonbox voor jullie die we samen gaan openmaken. Dit is het boekje. Ik zag op de Insta van Stelton dat die ter waarde was van €135. Dat vond ik best wel veel. Dus ik ben heel benieuwd. Goed, ik maak hem even open. En dan zie ik hier van Note. Hebben we vaker wat van gehad. BB Lip Corrector. En dat is dan deze. Het is een nieuw product. En hun zeggen zelf, het klinkt heel, heel chemisch en heel, heel raar. Zo ziet het product er in ieder geval uit. Het spijt me ook voor de belichting. Maar ik ga dit niet elke keer herhalen. You know it. En even kijken. Het moet dus inderdaad je lip een beetje correcten. Ik heb in de kleur 02. En het heeft gewoon een sponsje. Ik ga er gewoon een klein beetje van op mijn hand doen. Oh, er komt een klein licht roze kleurtje uit. Oké. Okay. Het is dus een lippenbalsem lijkt het. Een beetje lipglossachtige. En ik denk dus dat het een beetje de kleur van je lippen even moet maken. Klinkt best oké. Okay. Hij is €18. Ik ben heel benieuwd wat het voor mij gaat doen. Dan. 29 Cosmetics. Hebben we vaker wat van gehad. En dit is de Pressed Finishing Powder SPF 12. Oh, of je kan de Vintage Cream Powder Foundation SPF 15 krijgen. En die zijn allebei €45. Ik heb al eerder van dit merk een cream foundation gehad. Dus ik hoop eigenlijk dat ik de poeder heb. Maar I don't know. Oké, ik heb even wat in elkaar geknutseld. Ik hoop dat die blijft staan. Mocht die vallen, I'm sorry. We hadden het over deze. Kijk, jullie zien mij nu even iets beter. Let niet op de kast. Daar mist een deur. Dat weet ik. Voordat er mensen... Er zijn altijd mensen die klagen over de achtergrond. Daar mist een deur. Die is kapot. Die wordt gemaakt. Dus vandaar. Goed. De pressed powder in ieder geval. En het is een mooie lichte poeder. Er zit een sponsje in die ik eigenlijk nooit gebruik. Een mooie grote spiegel. En hij is vrij licht. Dus dat is op zich best prettig, want dan kan ik hem onder mijn ogen gebruiken. Dan. Ik ben heel benieuwd. Ik ben hier echt heel benieuwd naar. Weet je, als iets dan €45 is voor een poeder, dan verwacht ik er best wel heel veel van. In ieder geval. Goed. Dan. Fix and Rouge. Night Detox Serum.
spannend. En ik lees nu hier Beauty Hack. Je kan dit serum ook gebruiken als primer voor je make-up. En het is voor alle skin types en alle skin tones. En dat is dus deze. En het leuke hiervan is, we hebben hier wel van Fix & Rouge hebben we wel vaker wat van gehad. Ook een serum en ook al een masker. Waren perfect. Zijn heel duur. Deze is ook 38,50. En dit is Invisible Pores Night Detox Micro Refining Serum. Pore Minimizer. Oké, dus dat klinkt best wel oké. Ik kan me voorstellen dat je dit ook wel wil gebruiken als primer inderdaad. Wat mij trekt is het pompje. Alles wat met een dagcreme of dan ook in een pompje gebruik ik veel meer dan uit zo'n potje. Dus dit trekt mij heel erg. Dit zal ik in de badkamer neerzetten. En de deurbel. En dan zullen we kijken wat het gaat doen. Ik ben heel benieuwd. Overnight Clarifying Centrum Serum. Wel. Oh. Even ruiken. Oh, het ruikt naar bloemen. Gewoon een bloemige geur. Best oké. Kun je lekker van slapen, denk ik. Goed. Duur hoor, deze maand. Jeetje. Oh, dit is cool. We krijgen dus een siliconen beauty blender. En oh, ik ben hier zo benieuwd naar. Ik heb het overal. Ik weet even niet meer hoe dat merk heet die als eerste ermee kwam. Sorry, maar dat weet ik niet meer. Deze is 8,95. Oh, ik ben... Oh, dit is de eerste keer dat ik hem überhaupt op aanraak. En dit is dus een siliconen beauty blender. De beauty blenders zelf, die pakken heel veel product altijd. Die zuigen heel veel product op. Dit, omdat dit eigenlijk gewoon een stuk siliconen is, zou dat dus niet moeten doen. Ik ben hier zo benieuwd naar. Ik ben hier echt heel erg benieuwd naar. Als jullie hiervan los een first impressions willen zien, laat me dan even weten. Dan wacht ik met gebruiken en dan testen we hem samen uit. Want dat lijkt me wel heel leuk. Gewoon op camera echt mijn eerste first impression. 8,95. Dat had ik denk ik al gezegd. En dan hebben we als laatste Trifle Cosmetics Liquid Glow. Oh, dat klinkt fantastisch. Oké. 23,95. Heel kleurrijk deze box. Deze is ook al roze. Deze was ook al roze. I like it. Goed, Liquid Luminizer. Alles wat een glow geeft, daar hou ik van. We gaan even kijken. Oh, je kan het dus ook gebruiken als oogschaduw, lees ik hier. Het is een roze kleur. En ik ben zelf meer van de witte highlighters, maar het maakt niet uit. Zo ziet hij eruit. Hier zie je hem zitten. Hij is best wel heftig roze. Ik blend hem uit. Blend. Wel. Ik heb hem uitgeblend. Ik zie echt de minste shimmer. Goed, first impression was niet zo heel leuk, maar ik mag hopen dat het beter wordt. Hopelijk. Goed, ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vond. Als je nog niet geabonneerd bent op Steltoon, dan en je vindt het leuk om zo'n box te krijgen, dan zal ik even kijken op steltoon.com. Ik word niet betaald om dit te zeggen. Ik krijg alleen de box van Steltoon opgestuurd als samenwerking. Ik word verder niet betaald om de video's te maken. Ik word niet betaald om te zeggen dat jullie abonnees moeten worden. Ik zou het wel heel leuk vinden, want het is gewoon een goede box. En het zijn leuke producten altijd die erin zitten. Deze box is dus ter waarde van €135. Voor €12,50 in de maand vind ik dat best een hele goede prijs. Ik hoop in ieder geval heel erg dat jullie dit leuk vinden. En dan zie ik jullie heel graag weer terug bij een nieuwe video. Doeg!